beste mensen, van harte welkom allemaal. We vinden het heel leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn toch wel heel trots op ons nieuwe onderkomen. Dat willen we graag ook aan jullie laten zien en nu officieel vandaag openen. Fantastisch wat jullie gebouwd hebben en gemaakt hebben. En daarvoor hebben wij de donatie van Jumbo Joosten om dit allemaal mogelijk te maken. Anne Meijer, van harte gefeliciteerd met de opening van de makelij. Ja, super. We zijn er super blij mee. Hartstikke mooi. Een mooie plekje gekomen hier in oude Jumbo. En ja, geweldig pand. Super mooi. Maar vertel hem over de makelij. Maar er zit een idee achter. Vertel eens. Ja, er zit een idee achter van wij willen graag mensen die eigenlijk een afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer proberen om te helpen in het arbeidsproces te komen of een dagbesteding te geven om hun leven weer een zinvolle invulling te geven. En daarbij hebben wij binnen de makelij bedacht eigenlijk om dat op drie poten te doen, zeg maar. En dat is de poot winkel, textiel en hout. Maar nou zijn jullie in 2013 zijn jullie begonnen in de oude bibliotheek. Klopt. Wij zijn, we hebben met een groep mensen uit Dedemsvaart zitten brainstormen om op een praktische manier mensen weer een daginvulling te geven. En hoe we dat konden doen. Samen met Geke Vlier heb ik dat gedaan. Die was heel veel bezig met het recyclen van textiel. Ik was veel bezig thuis met het recyclen van hout. En zo hebben we gezegd van, goh, dat worden onze drie poten. Daar kunnen we eigenlijk geen geld mee verdienen. Maar hoe gaan we dat vormgeven? Toen hebben we het concept bedacht met, om gebruikte spullen van andere mensen in de verkoop te zetten. En op basis van 40-60% zo wat geld bij elkaar te verdienen om het te bekostigen dat die mensen een dagbesteding konden hebben. Dus in principe brengen wij naar de mensen toe die hier werken niks in rekening. Alles door ons ter beschikking gesteld. En met de opbrengsten proberen we alles te bekostigen. Een hele goede tijd hier. Dankjewel. Super.